Helmond heeft al jaren veel overlast door drugsgebruikers. Volgens burgemeester Jacobs verkopen de illegale verkooppunten soft- en harddrugs. En dat werkt het gebruik van harddrugs, vooral cocaïne, in de hand. 2 jaar geleden al besloot de gemeente daarom dat de stad nog een coffeeshop nodig had. De buren van die nieuwe coffeeshop aan de Noord-Koninginnenwal zijn er niet blij mee. Nou, wij wonen hier met 350 mensen. De meeste mensen zijn hoogbejaard. Hier wonen meer mensen van 80 en 90 jaar als van 70. Als die mensen, als die hier gelijk vol fietsen komen staan, kunnen de mensen hier niet meer binnen. Die kunnen dit niet meer. Die kunnen met de rollator niet meer omhoog en dan zijn ze er. En die mensen, die zijn heel veel, en dat is altijd als je oud bent, die zijn slechtziend, slechthorend en die zijn heel angstig. Maar volgens Jacob zijn er allerlei maatregelen genomen om de overlast te beperken. Zo komt er extra cameratoezicht, extra verlichting bij het pand en is de sluitingstijd aangepast. De nieuwe coffeeshop gaat dicht om 11 uur 's avonds en dat is voor het echte stappen begint. Dus we hebben er echt alles aan gedaan om overlast tot het minimum te beperken. Het lijkt langzamerhand net of dat wij zeggen coffeeshops brengt overlast met zich mee, terwijl de praktijk in het land heel anders is. Maar we hebben in ieder geval geprobeerd, want het gaat ook over beleving, gevoelens van mensen, om in ieder geval toch te laten zien dat wij het ook met de overlast heel ernstig nemen en alles gedaan hebben om dat vertrouwen te geven dat er niet zo gek veel kan gebeuren. De omwonenden hebben dat vertrouwen niet. Maar als het goed is, moet de tweede coffeeshop de overlast voor de rest van de stad verminderen. Het is de bedoeling dat coffeeshop Carpe Diem in juni opengaat.